hele goede morgen allemaal. Ik zit in de trein. Het is maandag en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. En met Kiara. Waar gaan we heen, Kiara? Naar Amsterdam. En wat gaan we in Amsterdam doen? Schippers kijken. Première van de film Onze Jongens. Met onder andere Jim Bakken, Juvat en onder andere is Be Braver ook. En ik ben niet scherp. Jongens, kom op. Dit. Oké. Okay. Ik heb met van Kiara een super lekkere macarons gehad. Ik ga ze lekker eten. En het is nu 15:23 en het is 19 december. En wat heb je aan, Kiara? Jumpsuit. Jumpsuit, hakken. Hakken en dit wat ik aan heb, deze sweater. Justin. Leerjasje, zwarte broek en fans. Maar ik heb natuurlijk nog een ander outfit mee. Net de schoenen en zo. Maar ik moet zo heel gênant in de wc van de McDonald's gaan omkleden. Maar dat gaan ze wel. En we gaan ook naar de Primark is er ook open. Met 7 verdiepingen. Ik zeg het dit jaar, ik voel al daar echt geheid als ik daar loop. Ja, jij ook toch? Ja, dat is wel leuk. Lijkt me wel leuk. Maar ik heb er zin in de première. We zijn bij de première. Hey! En Sylvana is er ook. Hier, met Marika en met Ruby. En met nog meer mensen daar. En Kiara. En hier is de première. Woe! We zijn nu in een soort van persmoment hier. En daar zijn de mensen aan het zingen. En nu weer daarheen. Doei. Oké, we zijn binnen bij de première. We hebben een lekker drankje gehad. Jongens. En hoe leuk vinden we het nu? Heel leuk! En wat hebben we, hoe lang hebben we het nu gewacht? Ja, bijna een uur. 10:50. We mochten gewoon ook weer naar binnen. Dus we gaan weer. En we gaan lekker de film kijken. Yeah, yeah, yeah. Doei. Jongens, kijk hoe hoog wij zitten, joh. Dat is niet normaal. We moesten net 3 fucking trappen op, 5 of zo. En echt buiten adem. Dus de zaal. En eronder zitten allemaal gasten en die break en dat soort dingen. Dus we zitten hier nog wel even. Oké, zoals je kan zien zit ik nu op Delft. En ik moet nu wachten op de bus. 14 minuten wachten. Dus ik dacht, nou even, mijn telefoon is net uitgevallen. Dus ik dacht, nou, ik ga weer even tegen jullie praten vandaag. 2 minuten of zo. Ja, ik moet nu wachten op de bus. Die komt over 14 minuten. Ik heb de film Onze Jongens niet gezien. Ik moest dus eerder weg. En dat kwam zeg maar omdat wij de laatste bus moesten hebben. Dit is dus mijn laatste bus. Oké, hierna komt hier nog eentje. Maar dat is echt de laatste. Ja, ik wil niet als ik keren dat ik zo meteen de bus mis. En zo. Dus ik was nu onderweg naar huis. Maar ik heb de film niet gezien. Omdat wij gewoon echt de laatste bus moesten hebben. En anders hadden we 10 minuten film gezien. En daarna moesten we weer weg. En er is heel veel gezeik gebeurd en bla bla. Maar ik zit dus nu lekker op het station. Ik heb pijn in mijn poten. En ik heb gewoon wel mijn fans mee. Maar ik denk het om mijn fans aan te doen. Ik moet hard zijn ervoor. Dus ik zie jullie zo weer trouwens, by the way. Goedemorgen! Het is vandaag dinsdag! Nou, het is niet meer ochtend. Maar het is half 11 nu. Ik ben lekker aan het werk op mijn laptop. Het is niet half 11, het is 5:05. Zoals je hoort, ben ik met Ruby aan het facetimen. Ik heb net echt een half uur lang gedaan, nou 2 uur lang gedaan over een fucking video van 2 minuten. Die niet op mijn YouTube kanaal verschijnt. Ha! Ik was een lelijke baby met hangbuik. Hou je mond, Ruby, niemand mag dat weten.
grapje. Maar Ruby wil dus niet in de vlog. Maar jullie horen er wel. Want kijk, zo ziet ze er nu op mijn schermpje uit. Precies niks. Oké, Jamie, ik ga jullie laten zien, ja? Oké, wel. Ze ging net zichzelf vergelijken met de lach van een fucking luipaard. Die dacht dit. Het is geen luipaard. Ja, wat is het dan? Een Chinees? Een hyena. Een hyena. Is hetzelfde als luipaard. Hou op! Kijk! En nu Ruby er lag. Mijn god, Ruby zet af. Is echt hinderlijk hoor. Maar goed. Ik heb trouwens vandaag ook in de stad, want mijn laptophoes is kapot. Er zit nu zeg maar een hele scheur in de zijkant. Heb ik een nieuwe gekocht bij de Monkey vandaag. Echt superleuk. Met de muzieknootjes en zo. En oogjes erop. Super schattig. En zo. Je lijkt me echt op iemand als je zo praat. En op wie lijk ik nou weer? Een Chinees? Nee, dat zeg ik zo wel als je camera uitstaat. Oké. Ik lijk op iemand. Maar goed. Is goed. Nou, ik spreek jullie zo weer. En anders morgen. Ik denk morgen, want ik ga nu zo meteen Ruby even ophangen. En dan ga ik lekker slapen. Dus, ik spreek jullie morgen. Dus tot morgen, guys. Waarom zwijg ik? Het is over een paar seconden de volgende dag bij jullie. Dus, let's go. Morgen, het is woensdag vandaag. En we zitten bij Walk to Go. Ben met Nicky. En Charlie. En Sarah. En wat hebben we allemaal besteld? Ik heb iets met teriyaki. Wat heb jij? Dat is een goede vraag. Ah, dan. Dat is eten. Noodles. En lekker drinken erbij. Ja. Wat heb jij? Red bean. Wat heb jij, Sarah? Garnalen. Nee, ik bedoel, we gaan lekker eten. Hij is nu in het parkje. Kan dit? Kan dit? Ja, dat kan. Oh mijn god, ik ben wit. Saartje. Ja. Jamie. Hallo. Jij hebt vloggertjes. Wat vind je van mij toe? Knotje op je hoofd. Ik wil ook wel een knop. Doe dat! Oh. Knot. Oké, okay, kijk. Drie. Alles beet. Binnen drie. Twee. Alles. Eén. Zo knuis het niet. Thumbnail. Even snel thumbnail maken. Foto. Ja, daar. Dan knip ik het eruit. Hier gaan we daar. Oké, we gaan nu daarheen. Ik heb een knot. Kijk, ze heeft een bun op haar hoofd. I got a bun. Yeah. Ze heeft een bun op haar hoofd. We moeten nu naar school toe, want we hebben video. We gaan alle video's bekijken van, maar ook van techniek, hè? Dus ja, ik ben echt zenuwachtig. With everything. With everything. Maar mijn video is op zich wel gezellig. Mijn is ook wel leuk. Mijn is ook echt leuk geworden. Kutknoop, dus, je wil niet vast. Dus we hebben net lekker geshopt. Charlie heeft net geshopt bij de H&M. We lopen nu naar school en ik zie jullie zo weer, want ik ben spierwit. Jezus Christus. Nou, tot zo. Hallo. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En het is nu rond ongeveer 9:50. Ik ga zo meteen naar school toe. En ik ben mijn tas aan het inpakken hier. En dus wat ik aan heb. Primark bed. Justin Bieber sweater. Broek van de Bershka. En mijn fans. Super tof omdat mijn fans groen zijn een beetje. Die match je alweer bij mijn pet. Echt super tof om aan het bed te dragen. Ik vind het wel echt heel fijn staan trouwens, by the way. Dus ja, ik ga nu naar school toe. En dan zie ik wel wat er allemaal vandaag gaat gebeuren. Ik neem in ieder geval wel mijn vlogcamera mee. Dus let's go. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag een vrijdag. Het is nu rond 9:50. En ik heb vakantie. En ik ben nu wakker. En ik heb alles al gedaan. Dus ik ga lekker ontbijten. Wat ga ik ontbijten? Ik vind het heel lekker om kalkoenfilet te eten. Dus dat ga ik eten met boter en brood natuurlijk. En ik ga lekker een kopje warme chocolademelk maken. Er zit nog maar één van Nescafé. Nesquik. Ik ga zo ook even naar de supermarkt om eten te halen. Voor vanavond, of voor vanmiddag.
Want ik ga vanmiddag naar Breda toe. Optreden van TP. Super tof. Dus dat is zo moeilijk om dicht te krijgen. Even kijken, nog een mop pakken. Nou, ik vind deze wel geschikt. Een cupcake mop. Super tof. Dan moet ik hem wel aanzetten. Natuurlijk. En mijn Nescafé dingen zijn op. We hebben nog wel ergens een pot staan hier. Met andere cupjes. En ik ga lekker warm chocolade maken. Lekker ontbijten. En ondertussen ga ik een... Oh, ben weer niet scherp. Beter ben ik niet scherp, oké. Okay. En ondertussen staat de kerstboom hier aan. En ik kijk lekker de vlog van Bonnie. Bonkollaar. Super tof. En zeg maar chill dat ik zo goed wakker ben. Want dan kan ik nog een beginnetje maken aan de video die op 31 december online komt voor mij. Dit was mijn 2016. Het voelt echt alsof ik gisteren die video heb opgenomen van dit is mijn 2015 video. Oh, hij gaat aan jongens. Kijk. Dus ik ga lekker dit eten en drinken en dan spreek ik jullie zo weer. En ik zit in de trein en ik ben weg. Hoi. Jijke. En we zitten front row straks bij TP. Dus, hoeveel zin heb je in het concert? Super veel zin. Super. Hey, we hebben ook meeting ooit. Super veel zin in. Ja. Het is nu. Jezus, nog 9 minuten wachten. En dit is een sprinter, hè? Met echt een luxe sprinter met wc, wifi, oplader. We zitten in de tweede klas. We gaan ze opladen. Precies nergens. Je zit in de eerste klas. Eerste klas? In de eerste klas zit de wifi. Zit die stopcontact in. Ja. Dus ja, en voor de rest lekker aan het chillen. Het is nu... Nog hoe laat gaat hij weg? 57. Het is nu 49. Wow, nog 8 minuten. Dus ja. Ik ga jullie ophangen. Doei. Dus, we zijn binnen. Hey, hier is Jimmy! En hier is... Oh, nee, ik was Piet. En take 2. Hoi, ik ben Piet. Dat is Kees. Ja, dat is een leuk verhaal. En hier is Jijke! En Shania. Hi! We wachten op Piet voor mij. Het is nu 10:30. En mensen maken foto's van mij. Helemaal leuk. En ja. Ik zie die vast wel. Ik ken. Ja, oh mijn god. Decadaal. Decadent maaltijdje, patat met Red Bull. Frikandel, nog met frikandel, patat. Nou, Naomi. Niet doen alsof je geen vreeszak bent. En je hebt ook gewoon nog een broodje. Ik heb ook nog een broodje kaasvlees. Dus. Yes. Niemand eet een kaasvlees of brood, behalve ja. Jamie. Dus lekker eten en drinken. En kijk eens. Oh mijn god, we zijn aan het opladen voor de show straks. Yay. Yo, we zitten nou te eten. Mensen steken vuurwerk af, vinden ze leuk blijkbaar. Naomi, Jamie heeft een broodje kaasvlees. Ik zeg je eerlijk, hij is blij. Het was echt fucking cheap ofzo. Het was 4 euro of zo. Een frietje en patatje. Ik wil 4,50. Ja, maar wel ook nog een bol. Frietje en patatje is hetzelfde. Oh, frietje en frietje. Welk kutkind steekt die rotjes af? Maar...
Ik vlog even voor Jamie openbaar, omdat hij het een beetje awkward vindt. Jamie is awkward. Je moeder is awkward. Het is koud buiten. Er zit hier een kind met een pleis op zijn kind. Ja, ik kan wel gezien. Maar ja, we zijn nu even aan het loaden. Voor het ik zeg jullie, als je in Breda bent, ga hier patat eten, want het is echt lekker goede friet. Bij Dunk Chris. Je mag met pompen gaan. En goede koop. En goede koop. Jarina, was het te wachten waar? Is een voordeel in deze crisistijd, want ik geef alles uit aan de jongens, hè. Of aan de jongens. Ja. Maar ik ga nou weer weg. Waarschijnlijk zie je ons terug als je typie voor mij ziet. Doei! Ze heeft satésaus op een broek gedaan. Ze is er nog altijd satésaus. Dat zit al op je shirt! Ja, erg! Nu ga ik dat echt niet van mijn volk af. Oh wacht, dat is freak wel speciaal. Je hebt altijd wachten, hè? Ja, we hebben te eten. Het is nu. Oh, sorry schat, komt in je gezicht. Het is nu? Hoe laat is het? Hallo! Hey, fuck, hoe laat is het? Zometeen zijn ze al weg. 3:30. Hoe laat kwamen we? 4:30. Oh, hey. Ik weet niet of jullie me zien, maar ja, we zitten nu nog. Ja, sorry, boeit me echt niet. Wie dit ook ziet, dat was president Obama. Heel veel mensen. Ja, dat is nu de brandende vraag. Hoeveel abonnees heb je dan? Op dit moment heb ik er 870. Yeah! Heel goed! High five! Super goed bezig! En we kunnen alleen nog maar meer worden. Deze, wat is jouw YouTube naam? G by my life. G? Spel het eens. J by my life. J? Oh, een beetje hetzelfde als ik heb. My life is met life. Wat leuk! Dus G by my life. Dus voor iedereen die denkt, ik wil volgen, G by my life. Leuk! Woo! We staan front row! En ik ben met Jaika en met Brit. Oh, en haar vlek is uit haar shirt. Nee. Nee! Oké, zwaai het allemaal. Woe! Yeah. Mij stel me. Nee! Ik leg het. Oké, doei. And you can love me till I'm gone. If we catch and feelings in the morning. In de club elke nacht als een big thinking is over the time. I blush when I think about what I want to do to you. I blush when I realize when you're not there, yes, but you want to say no. What do you mean? La, la, la. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Remembering my dirty destiny, body to body. Spin me round on repeat. Like your favorite record, Poppy. You're my DJ, keep my heart beat. Oh my, don't stop it. I wanna lose our track of time. I wanna mind this track. As long as you're by my side. Oh, take me far away, ay, 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 ay. Let you pick a location, no worry, just play, ay, 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 ay. Yeah, it's a location, swing with the wind, ay, 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 ay. Make your reservation with you, every day's a holiday. Yeah, it's a location. And it keeps me up all night. Oh, so let me sing to you. Ooh, shawty, when you, ooh, shawty, when you, ooh.
kan zien, ben ik weer thuis. Ik heb lekker de lampjes hier aangezet naast mijn bed. En ik heb al die leuke dingetjes gekocht. En dat ga ik jullie nu allemaal laten zien. Ik heb ook geshopt in Breda. En er was best wel veel sale. Als eerste ging ik naar de Body Shop. En daar heb ik dit gekocht. Gewoon een random hoofddeksel. Nee, grapje. Maar daar zat zeg maar dit in. Ik heb het even uitgepakt. Dit zat erin. En ik ben best wel iemand die zeg maar een zwak heeft voor verkooppraatjes. En als iemand dan bijvoorbeeld tegen me zegt, oké, dit pakket is bijvoorbeeld 12 euro, wat het echt was, 12,50 en er zit een body butter in van 18 euro, dan ben ik al best wel snel om. Oké, ik zat een beetje bij die kerstproducten te kijken en eigenlijk ging ik als eerste voor de shower gel, die trouwens ook in dit pakket zit verwerkt. En daar ging ik eigenlijk voor en toen ging ik een beetje kijken en zo. En toen raadde me dit pakket aan. En ik weet niet wat mijn camera elke keer heeft, jongens, maar hij wil niet scherp staan. Oké, laten we beginnen. Als eerste heb ik de Spiced Apple Shower Gel. Die ziet er zo uit. En dan zit er bij een Spiced Apple Foaming Bath. Dan zit er bij een Spiced Apple Lip Balm. Oeh, mijn lipbalm was bijna op. Dus ik heb een nieuwe. En het product van 18 euro. De body butter. In de geur Spiced Apple. En zo ziet de kleur eruit. Het komt niet heel goed over trouwens op camera. Maar het is een beetje groene substantie. Dus die ruikt ook onwijs lekker. Dus dan wil ik zeg maar zo'n bakje, heb ik dan zeg maar niet al die producten in gezet. Echt super fijn. Toen ging ik naar de B, de H&M. En daar heb ik wat leuke dingetjes gekocht. Er was ook best wel veel sale. Oké, als eerste was ik bij de H&M dus. En er was best wel veel sale. Als eerste heb ik dit zwarte shirt gekocht. Super tof. Met hier, staat er Twisted. En als je dan het zakje naar beneden haalt, dan staat er Per Perception. En die was eerst 12,99 en nu 5 euro. Dus die vond ik echt super tof. En ja, ik heb met mezelf afgesproken dat ik geen trui meer koop. Maar ik vond deze zo leuk. En die had ik nog niet. En deze is super awesome. Gewoon lekker simpel blauw. Met zo'n heel mooi dingetje erop. En deze was eerst 25 euro en nu een tientje. En ik ben best wel verslaafd aan mokken en bekers en dat soort dingen. Dus toen ik deze zag liggen, Squad Goals, moest ik hem meenemen, want ik vind deze wel echt super fijn. Ik had deze ook best wel lang op het oog. En bijvoorbeeld als ik ga sporten, of ik wil in het nieuwe jaar, wil ik wel gaan hardlopen. Dus zeg maar hierachter. En dan vind ik het ook wel fijn om gewoon een waterfles te hebben. En die je dan meeneemt, zo met rennen. Dus super tof. En die was 7 euro. Dus ik ben heel goed geslaagd in Breda. Het was super gezellig met Jijke in de stad. Ik heb heel weinig gevlogd in de stad. Maar ik heb wel typie voor jullie gevlogd. Dus ja. Dit was alles wat ik heb gekocht. Ik ga nu lekker in bad. Super veel zin in. En ja, ik spreek jullie morgen anders weer. Dus tot morgen. Doei doei. Tot over een paar seconden. Stay alive. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Kerstavond. En ik ga zo meteen naar de stad toe. Om even wat dingetjes te kopen voor kerst. Voor morgen. Want morgen gaan we met de hele familie kerst vieren. En ik zie dat mijn batterij van mijn camera nog maar één streepje heeft. Dus die ga ik zo even opladen. Het is nu rond 1:15. Ik heb me omgekleed. Ik heb gedoucht.
En ja, gisteren was echt leuk. Het typie voor haar was echt heel goed. Ze zongen akoestisch. Sorry voor de beelden dat ik er doorheen zong af en toe. Heel veel. Maar ja, weet je, je kan gewoon niet stil blijven staan op die muziek. En dat is best wel moeilijk. Ik ga vandaag ook even mijn kamer opruimen. Dus dit. En dat. Moet ik even opruimen. En dit hier. Moet ik even allemaal op gaan ruimen. En ik ga nu mijn camera in de lader leggen. En als ik naar de stad ga, dan haal ik hem er weer uit. Dus, ik zie jullie zo weer. Jij. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag eerste kerstdag. Het is nu zondag. Het is nu rond 11:30. Ik ben wakker. Ik lig nog lekker in mijn bed. Super tof. Ik ga zo meteen naar beneden toe, want we gaan kerst ontbijten. En dan gaan we vanavond lekker uit eten met de hele familie in Zoetermeer bij eten en zo. Super gezellig. All you can eat. Woep woep. Echt super veel zin in. En daarna gaan we weer terug en dan gaan we hier cadeautjes doen en zo. Want we hebben loodjes getrokken. Super tof. En morgen is het tweede kerstdag. Ook super veel zin in. Maar dat zien jullie in de week vlog van het nieuwe jaar. Wanneer het nieuwe jaar online komt. Dit is de laatste week vlog van 2016. Oh mijn god. Ugh. En dan in 2017 komt de eerste weekvlog weer online. Dat voelt echt, het lijkt net zo van ja, en dat komt dan wel, weet je wel, echt nog lang. Maar deze weekvlog duurt ook echt lang. 25 minuten rond die tijd. Want ik wil proberen hem wel lekker lang te hebben en zo. En mijn opgeheidsbrein is weer leeg, dus ik moet hem weer op gaan laden. En ja. Dus ik ga lekker uit bed en ik spreek jullie zo weer bij het eten, want ik ga nu kerst ontbijten. Klaargemaakt. Ik heb net gedoucht. Dit wat ik aan heb, dit blouseje, dat komt van H&M of Coolcat. Coolcat. De trui komt van H&M, broek komt van de Bershka en ik heb nog geen schoenen aan, maar dit is mijn look voor vandaag, voor kerst. Voor eerste kerstdag en ja, ik draag dit parfum van Tommy, super lekker parfum. En het is nu rond 3:05. En ik ga lekker naar beneden, want mijn familie is daar. En dan zie ik jullie zo weer. Bank. We zijn lekker thuis en we gaan nu presents openmaken. Oh, waarom ben ik zo donker? Nou, goeie. Ik heb me even comfy kleding aangetrokken. Mijn purpose trui van Justin Bieber. En Seb lach is. Hij is helemaal ingebouwd. En we gaan nu pakjes openmaken. Dus.